Trauma. Genezen, herstellen van trauma. Het is niet iets wat we in één keer doen, maar iets dat geleidelijk aangaat en in stapjes. En van deze week kwam er een heel mooi beeld bij me op, naar aanleiding van iets dat ik gehoord had. En je zou jezelf kunnen zien als een rivier. Een rivier die stroomt. Ja, die levensstroom, die levensenergie. Um, ja, jij bent een rivier. Op een bepaald moment uh, maak je iets mee, gebeurt er iets, iets dramatisch, en dat zou je kunnen zien als een hele grote steen die in de rivier gegooid wordt. Wanneer een hele grote steen in de rivier gegooid wordt, ja, dan um, is er ten eerste een obstakel in. Dat water, maar ten tweede gebeurt er, komen er ook zo van die rimpels. En dat rimpeleffect, die rimpels worden groter, groter, groter en dat verspreidt zich. En dat is wat wij voelen. Er gebeurt iets en dat heeft ongelooflijk veel effect op heel veel verschillende dingen in ons leven. En dat trauma, ja, omdat het zoveel effect heeft en zo overdonderend is, is dat, ja, zoals die grote steen, wij ervaren daar als een grote, grote steen. Een van de eerste dingen um, ja, waar we vaak mee bezig zijn, is um, van waar komt die steen? Wie heeft die gegooid? Hoe komt dat die hierin beland is? Um, ja, wat, welke effecten heeft die? Wat gebeurt er plots allemaal in mijn leven? Ik wil die steen niet. Ik wil die, die rivier terug zoals daarvoor. En we zijn bezig met het, met het begrijpen en het vatten wat heel menselijk is en heel logisch maar vaak vergeten we om ook bezig te zijn met de rivier. Um, wat gebeurt er met de stroom van het water? Wat gebeurt er onder de oppervlakte? Wat gebeurt er met ons? En wie zorgt er voor de stroming in de rivier? Ja, waarmee ik wil zeggen, we zijn heel dikwijls bezig met het trauma op zich en het begrijpen, en het terwijl we vergeten van er op dat moment ook te zijn voor onszelf. We zijn gekwetst, we hebben pijn, we, we zien af. En, en wordt daarvoor gezorgd? Ja, voor, mijn, voor mijn welzijn? Kan ik ergens huilen? Kan ik, kan ik, ben ik er ook voor mezelf gewoon? Ja, geef ik mezelf nog extra op de kop of ben ik, ben ik er gewoon voor mezelf? Ja, ben ik ook bezig met uh, mezelf te verzorgen met de pijn die veroorzaakt is en het lijden dat ik daaraan heb? naast het begrijpen van. In een tweede video ga ik nog eventjes dieper in op de rippel-effecten die nog jarenlang kunnen doorgaan en wat traumahelen eigenlijk is of hoe je het kan voorstellen met de analogie van de steen in de rivier verder.